Maar daar komt aan de buitenzijde Innovation Love. Die komt nu naar voren voor meer. En we zijn in de laatste rechte lijn. We hebben nog 300 meter te gaan. En als we de laatste 300 meter ingaan, dan is het Il Classico Renka die het nog altijd het commando heeft. Als we de laatste meters ingaan. Maar Innovation Love komt en ook Indie Flevo meldt zich in het derde spoor. Paarden gaan de laatste 100 meter in. En het is de 2 Il Classico Renka. Die gaat het hier winnen. Il Classico Renka voor Indie Flevo. Innovation Love op de derde plaats. En vierde ideaal. We staan hier op Duinlicht bij Peter Delis. Peter, gefeliciteerd. Ja. Dit is wel bijzonder. Ja, top. Nou ja, ze wonnen natuurlijk allebei de sweepstakes. En nu allebei de serie. Dus dat is echt top. En ja, niet iedereen zal er maximaal aan gereden hebben. Maar ik neem aan dat die van ons ook nog wel iets achter de hand hebben. Dus het belooft wel wat voor over 2,5 week. Maar er stond een dikke favoriet in deze koers. Innovation Love. Ja. Nou, die laat je toch achter je. Denk je nou echt dat in deze koers dat er niet voluit gereden wordt? Nou ja, Innovation Love komt natuurlijk uit Zweden. Een weekje geleden daar gelopen. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat ze hem voorzichtig hebben gereden. Maar goed, we gaan het zien over 2,5 week. En dames en heren, uw applaus voor de winnaars Il Classico Renka en Ruud Pols. Paarden achter de auto. 150 meter tot het startpunt. 100 meter nog. 50 meter. 30 meter. Start gevallen. Paarden zijn gestart voor de tweede derby selectie. En Ivano Charisma gaat de leiding pakken met op de tweede plaats dan Ideaal Boko. Dat zijn op dit ogenblik de paarden die het front vormen. Daarachter komt nu aan de buitenzijde naar voren. Als de paarden de bocht ingaan, Il Classico Renka. Die weet zich dan gevolgd door I Love Champagne. Zelfs vooraf gegaan door zijn stalgenoot I Love Champagne. Die naar een tweede plaats tracht te gaan. En achter de leiders volgt dan Innovation Love. Zo gaan we de rechte lijn voor de tribune. In. Daarachter volgt IJsvink met Ideaal. En daarachter is het dan nog Indy Flevo. Paarden in de rechte lijn voor de tribune met Ivano Charisma die nog altijd leidt. Ivano Charisma. Niemand heeft op dit ogenblik zin om Ivano Charisma aan te vallen. Dat gaat op dit ogenblik ook niet gebeuren. Op de tweede plaats achter Ivano Charisma volgt I Love Champagne. En achter I Love Champagne is het Ideaal Boko met verder weg in het veld dan Il Classico Renka. Wordt gevolgd door de favoriet Innovation Love, dan Indy Flevo. En achter Indy Flevo nu IJsvink en Ideaal weet zich in laatste stelling als ze de laatste ronde indraaien. Met nog altijd Jeroen Offeringa en Ivano Charisma aan de leiding. Ivano Charisma, op het moment dat ik dat zeg, maakt het paard een galoppade. En zakt terug naar de achterste. Uitgeschakeld nummer 3. Galop nummer 3. En is uitgeschakeld. De paarden in de laatste 1000 meter. En we krijgen nu op kop een soort PD-festival. Want aan de binnenzijde heeft de leiding paard nummer 5, I Love Champagne. Maar die wordt nu voorbijgestreefd door Il Classico Renka. Ruud gooit de knuppel in het hoenderhok. En gaat langs het laantje van Jochem zijn volle lengte voorsprong nemen. Met Il Classico Renka. I Love Champagne op de tweede plaats. Maar Innovation Love zit duidelijk in de wachtkamer. Daarachter volgt Indy Flevo, gevolgd door Ideaal. Daarachter is het dan, daarnaast moet ik zeggen, is het IJsvink. En ja, Ideaal Boko heeft een weinig ideaal koersverloop. Want die valt nu ver, ver, ver terug. En de paarden zijn halverwege de laatste bocht. Met nog altijd Il Classico Renka die leidt. Il Classico Renka op de tweede plaats volgt dan I Love Champagne. Pain. Maar daar komt aan de buitenzijde Innovation Love. Die komt nu naar voren voor meer. En we zijn in de laatste rechte lijn. We hebben nog 300 meter te gaan. En als we de laatste 300 meter ingaan, dan is het Il Classico Renka die het nog altijd het commando heeft. Als we de laatste meters ingaan. Maar Innovation Love komt en ook Indy Flevo meldt zich in het derde spoor. Paarden gaan de laatste 100 meter in. En het is de 2 Il Classico Renka. Die gaat het hier winnen. Il Classico Renka voor Indy Flevo. Innovation Love op de derde plaats. En vierde Ideaal.